Jack van Gelder wordt geprezen als de nieuwe vaste sidekick van Helene Hendricks. En dat is heel pijnlijk voor Rutger Kastricum, omdat hij juist niet aansloeg als tafelheer van de presentatrice. Hoe kan het dat de kijker liever Jack wil dan Rutger? Mediacriticus en VI-deskundige Victor Vlam heeft de situatie geanalyseerd en het antwoord gegeven. Het komt er volgens Victor op neer dat Jack carrièrematig weinig meer te verliezen heeft en zich daarom zo ongefilterd durft uit te spreken. En in die geest heeft hij bijvoorbeeld ook hard uitgehaald naar zijn oud-werkgever NOS. Die bedrijft volgens de presentator geen objectieve journalistiek meer. Oftewel, koren op de molen van al die NOS-critici. Wilfred Gené brengt het ter sprake in de Vandaag een Side Oranje van gisterenavond. Vind je dat hij dat wel zo makkelijk kan zeggen over de NOS, dat het niet objectief is? vraagt hij aan Johan Derksen. Ja, daar heeft Johan niet zo moeite mee. Oh, maar als hij dat vindt. Ik storme ook vaak aan de NOS en al die linkse partijen die daar alle ruimte kritiekloos krijgen. Rutger, die dus de sidekickstrijd van Jack dreigt te verliezen, lijkt er wel moeite mee te hebben. Hij uitvelde kritiek op zijn collega. Ik heb eerder al wel een discussie daarover met hem gehad. Je mag vrije mening uiten, alleen het is wel zo dat daar verslaggevers van buiten lopen. We moeten die NOS-verslaggevers vooral beschermen, vindt Rutger. Wij hebben dat ook bij onze omroep, Pau Net, Red, en die komen wel met de dag met meer rottige verhalen terug. Dat heeft allemaal toch wel te maken met dat er iets omheen hangt. Nou ja, de complottheorieën. Bij de NOS is dat nog dertig keer zo erg. Die gaan al niet meer met stickers op de auto's naar buiten, vervolgt hij. En die verslaggevers lopen gevaar, dus ik vind dat je er voorzichtig mee moet zijn. Rutger vindt de uitspraken van Jack niet door de beugel kunnen. Dit gaat er dan over dat ze niet objectief zouden zijn. Nogmaals, je mag alles zeggen en er alles over vinden, maar ik vind dat je een beetje moet uitkijken met verslaggevers die buitenlopen in een hoek zetten van die zijn van politiek Den Haag of in dienst van het grote kwaad. Dat zegt Jack toch ook niet. Niet dat Jack dat nu zegt, maar alles wat daarnaar neigt, vind ik een beetje bezwaarlijk. Johan vindt dat Jack lekker door moet gaan. Ik heb tegen Helene gezegd, want Talpa was niet voor Jack, hè? De mensen bij Talpa vonden het niet zo'n goed idee, Jack. Ik zeg tegen Helene: dat moet je eisen, want Jack zorgt aan tafel voor Reuring en die zorgt voor een reactie op Helene, en daar kunnen de andere mensen weer op inhaken. Voor de talkshow van Helene is Jack heel belangrijk, meent Johan. Ik vind dat hij het met Helene echt hartstikke leuk doet. Ik vind hem echt belangrijk. Hij heeft echt een rol.